is het echt feest. Nu is de finale binnen. FC Groningen zit in de bekerfinale. Voor de tweede keer in de geschiedenis. Toen heb je alleen maar mensen gehoord over we willen naar de Kuip en kaartjes en dit en dat. En zoveel enthousiasme groeide eromheen. Een echte hele mooie hype. Iedereen wilde naartoe, iedereen wilde kaartjes, iedereen was er enthousiast over. Ontzettend mooi om mee te maken. Echt, was echt genieten. Waar je ook liep, als ik mijn auto in een parkeergarage in de stad parkeerde, dan hoorde je de man door de speakers zeggen succes. De kapper wens je succes en mensen op straat zwaaien. En, ja, het was geweldig. Zoveel mensen en rijden weg, rijden de hoek om en staan er nog meer. We dachten daarna, toen we de stad uit waren, rustig te zitten. En dan werden we ingehaald door wagens en sjaaltjes. Viaducten stonden mensen, dus het was echt compleet gek. Zie de supporters onderweg en dan wil je zo graag winnen. Natuurlijk is dit een indrukwekkend ontvangst. Maar als je ziet hoe groot het feest is bij de supporters, kan je wel nagaan hoe groot het feest zal zijn. En wat er gebeurt als de beker ook daadwerkelijk wordt gewonnen. Ook in het stadion voelde je aan alles. Groningen wou die beker winnen. Ja, dat hebben we echt samen met z'n allen gedaan. Dat gevoel hadden we ook wel. Van iedereen die er verschrikkelijk veel zin had in die finale. En van nu moet het gebeuren, we hebben nog geen prijs. Dit is onze kans. Antonia legt er bij de tweede paal. Roesnak en het is 2-0! Ik had echt het gevoel dat heel Groningen aan het meeleven was samen met al die mensen op de grote markt. Ook de mensen die gewoon thuis zaten. Dat heel Groningen heeft uitgestraald dat ze die beker wilden. Ik was wel heel erg blij dat het gelukt was. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die bij Groningen betrokken was. Al het publiek, al die bussen die er naartoe zijn gekomen. Kijk, er wordt al gezegd, ik ben de meest succesvolle trainer, maar volgens mij, en dat is wat ik altijd zeg, doen we het gewoon samen. We hebben het echt met elkaar gedaan en ook het publiek heeft daar gewoon een grote rol in gespeeld. Dus het was echt een mooie samenwerking. Super bedankt voor de sfeer. We hebben Zwolle op het veld verslagen. Maar ik dacht dat het op de tribunes ook wel duidelijk was, of niet? Wij zijn Groningen! Wij zijn Groningen!